Sidi staat voor vrede en veiligheid van Joden in Nederland en Israël. Dit behelst dus ook het bestaan van de staat Israël. Bovendien is Sidi de Nederlands antisemitisme-waakhond. Hierdoor hebben wij een meldpunt... en publiceren we de jaarlijkse Monitor Antisemitisme in Nederland. In het werk van Sidi gaat het erom dat de staat Israël bestaat... en moet blijven bestaan. Daarom vragen we aandacht voor regimes en terreurorganisaties... Die niet willen dat Israël überhaupt bestaat als land. Iran en Hamas zijn daar de meest sprekende voorbeelden van. Het is belangrijk om kennis over deze politieke realiteit te delen om het nieuws vanuit de regio beter te kunnen duiden. Wij zijn bovendien bezorgd over het doelbewust negatief afschilderen van Israël. Een sentiment dat soms moeiteloos overgaat in het zwartmaken van Joden. Ook in Nederland. Dit verklaart ook waarom Sidi over beide onderwerpen gaat. Om enerzijds te zorgen dat men kritiek op Israël scheidt van antisemitische uitingen. En anderzijds ervoor te zorgen dat elke vorm van antisemitisme bestreden wordt.